Hallo en welkom terug. We gaan verder. De vampieren hebben nog steeds honger en het programma wat ik gisteren bedoelde was Big Brother. Daarom heb ik dit Big Vampire genoemd. Wat doe je, Stinky Doody daar? Dan moet je gaan douchen, denk je daar. Hoe dom zijn Sims? Ze wil douchen, daar gaat daar, terwijl ze daar een douche heeft met de deur daar. Simpele Sim? Of is die deur gelokt op de een of andere manier? Maar ik denk het niet, want ze doen wel vaak. Oh, er zit al iemand in. Oké. Okay, ze zijn niet altijd dom, maar soms zijn ze wel zo dom. Kom er maar uit, je kan erin. Oh, dat wat lollig is, omdat iedereen nachtdieren geworden. Dan gaat de volgende in bed. Als ze maar in het bed redden, vinden ze het best. Van een douche is zo gebeurd. Rotzooi opruimen kinderen ze ook al niet. You go away. You're not welcome here. You're not a vampire. Only vampires may enter. Goed gemacht. Zat hier iemand te douchen? Dan is het met de veiligheid inmiddels wel weer gedaan. Jij bent er niet net gebeten. Nee, nog 12 uur, laat ik het zeggen. Jij kan niet gebeten worden. Zij is de volgende die gaat aanvallen. Dat kan je zien. Hier. Oh, zij heeft het ook. Zij niet. Dus die twee gaan als eerste aanvallen. Het zijn ook de twee die naar de trap naar boven nemen. Dat wordt spannend. Gaat er wat gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Nee. Mensen, stormen nou niet. Er gaat er één dwalen. De andere loopt maar weer terug. Bekende van Sims. Dan lopen ze ergens heen, doen niks, lopen weer terug. Nee, van jou kan niet geklaard worden, jij bent al gebeten. En dan ligt er een te slapen, die moet je even wakker maken. En anders moeten jullie mij nemen, ik weet even niet waar ik ben, ik lig ook nog te pitten. Ik denk, dan moet je me even wakker maken, want ik mag me eigenlijk niet wakker maken. De slaapcyclus, hè. Behalve wanneer ze helemaal groen is en ze ligt op te slapen, dan... Niet direct eruit. Maar ik denk dat ze zometeen wel wakker wordt. Want ze wordt smerig. Ze is nou de enige smerige hier. Omdat ze gisteren niet gedoucht heeft. Nee, ze heeft wel gedoucht. Als eerste. Hoe kan ze dan zo smerig zijn zo snel? Wat zit er nog steeds met gisteren? Ik bedoelde net. Lach maar, ik ben ook... Ja. Net zoals Big Brother. Ik bedacht niet gisteren. Nee, ik bedacht net. Want ik filmde deel 1 net hiernaast. Ik heb net alleen even vast geëdit en in mijn uploadfolder gezet. Zodat als de andere Sims video's allemaal geüpload zijn, dan mag deze. Dan gaat deze. Dus, maar ja, dat weten jullie niet. Want tegen de tijd dat jullie hem zien, is hij lang geüpload. Anders kun je hem niet zien. Of je moet spioneren. Ja, Big Brother is watching you. En wakker worden! Dan word jij niet wakker door, als ik zeg eten. Ja, yeah, dat werkt wel. Ja, hallo, het staat, hallo. Eerst kijken, dan de zaken. Hé? Hey. Rausdouwer. Dat vind ik ook zo leuk. Ze staan ze bij het toilet, moeten ze naar de wc en zitten ze. Je staat er toch?
Ik heb al lang gezegd dat je naar het bed moest gaan, wil je niet wakker worden. Dus er staat er al in. Ik zeg dat je moet gaan eten. Je wordt wakker. Je zegt dat je wil bedderen. Dat heb ik al gezegd, dus niet zaken. Dan moet ik deze, maar er gaan daar ook uit te komen van die goedkope douches. Wie bedenkt dat nou om er een kleed bij een bad te leggen? Leg hem in de poten. Nee, Jitsu. Nee, Jenitsu. Of dat is al geweest? Jenitsu. Nee, bijna. Wat gaat er beneden eigenlijk los? De vampiertjes zitten allemaal daar, ja, want degene waarvan ze kunnen eten ligt er één nog te slapen. Die mag ik niet wakker maken, want ik heb geen controle over die andere. Want anders zou ik ook kunnen zeggen van ga douchen, bijvoorbeeld. Maar ik mag niet, ik heb mijn eigen regels opgesteld en ik ga ze niet verbreken. Net zoals dat er zometeen die twee baden weggaan. En gewoon de twee goedkope douches voor terugkomen. Ja, jij durft daar wel te zitten, hè? Jij bent net gebeten. Daar kom ik aan. Daar gaat ze. Ja, je kan lopen de hudden, je hebt al lang in de buiten. Ja, loopt te wachten. Jullie allemaal. Er zijn er nog twee die je kunnen drinken. En geen doet het. En ik ga niet zeggen, ga eten. Ik wil dus weten wat er gebeurt als er niet gehandeld wordt. Of jullie nou doodgaan aan honger of niet. Dus ze hebben gezegd dat vampieren niet doodgaan aan honger. Maar dan wil ik wel eens weten wat ze gaan doen. Tweede aflevering. Ik heb pas één vampier gebeten. En die heeft alweer honger. Die heeft nagaan. Ik denk, slim, weglopen. Ik ga mijn Renaissance boeken even lezen. En dat denken die anderen ook. En dat zijn twee vampieren. Gezellig. En daar staan twee vampieren. Die andere legt zeker nog te pitten. Ja hoor, die andere legt nog te pitten. Hé, hey, er is er eentje blauw. Heb jij geen dorst meer? Oh jawel. Oh, je bent geïnspireerd, omdat je bent aan het lezen. Nou, ik dacht even dat je een ideale vorm van drinken hebt gevonden. Zodat je gasten beneden die flat gevangen had gehouden, bijvoorbeeld. Dit is een van mijn favoriete packs, trouwens. Ik wil niet met jou. Ja. Hoe graag ik ook met haar wilde spelen, echt waar. Maar ja, het is een vampier en ik wil me niet mengen, want als ik dorst, dan kan ik zeggen, ga drinken. Dan hebben die anderen geen kans. En nou, ik controleer ze niet. Ze doen het zelf. En als het erg genoeg wordt, dan zie je ze, dan gaan ze ook automatisch in bad. Dus, een goeie. Er is nou niemand aan het baderen. F2. Ik heb daar vierkantjes niet nodig, dank u. BK. Pleuren meneer hoor. Hatsikido.
De reden dat ik het doe, douchen duurt veel korter als dat ze een bad nemen. Dus om een beetje gemoedelijk te zijn, dat anderen ook gewoon kunnen douchen, heb ik dat zo gedaan. En we gaan uit van de goedkoopste dingen die ik aanschaf. Niet die er al staan, die ik aanschaf. En daar ik al één douche goedkoop had genomen, is het automatisch dat die andere douches ook goedkoop worden. Dezelfde douche worden dus. Ik vind het bizar tegenvallen van jullie van Pies. Ik weet niet of ik het creepy moet vinden. Drie vampieren waar eentje ligt te slapen. Ben je nou nog niet wakker? Nee, wacht eens even. Jij bent aan wie ze gedronken hadden. Ah. Is jij toch niet gedronken? Nee. Nee, ik dacht dat er een arok gedronken was. Ik wil zeggen, dat kan niet. Dan zou je niet eens wakker worden, Lalak. Het is 7:10. Ik geef me op voor legaal leeg drinken. Van me te drinken, niet leeg te drinken, want dan ben ik dood. Ja, bijt me dan. Bijt me dan. Ah, hey, wil je wakker van het geschreeuw? Zal ik je taart worden? Achter je. Jullie hadden alle twee de kans gehad om te drinken. Alle twee. Wat? Alle drie zelfs. Want dan liep er eentje achter je langs. Oh, dan moet je er niks van hebben. Je zus gaat zitten, ja, Peter. Nee. Ik vind dat zo geinig. Ah! Ja, erg hè. Oh. Hoewel ik me eigenlijk moet inhouden om niet op dat eetdingetje te klikken bij ze. Nou, hier. Het ontbijt voegt zich aan de tafel toe. Ja, jullie maken jijzelf zo moeilijk. Dit zit er een. Wat doe je moeilijk? Er hangt een bord boven de hoofd. Je kan me drinken. Gratis. Maar dan wel nu. Met neonverlichting. Oh nee, ledverlichting is goedkoper. Met ledverlichting. Ze staat op. Ze brengt het bordje weg. Je kan de pakken, niemand die het ziet. Wat ga je doen? Ik zag iets in een balletje boven je hoofd. Wat ga je doen? Boven is niemand. En let op, er wordt zo meteen eentje gebeten. Zomaar. Wat ga je nou doen, joh? Hé, hey, er heeft er eentje gegeten. Esme. Oh, is moedig nodig met de wc ook. Oh, dat is lullig. Wie heeft Oh, dat zal jij geweest. Nee, want jij hebt honger. Wie heeft haar ja, maar ik vat het niet. Ze hebben allemaal nog honger, ondanks dat ze gegeten hebben. Ja, jij hebt wel gedronken. Hier. Nee, oké, jij was het. Jij was het. Jij. Er is er nog maar één beschikbaar. Klas me fruit.
Je kan oogsten. Oké, degene die niet kan, die mag oogsten. En het is geen vals spel, want plasmafraat, het zit bijna niet aan. Dus, maar ik heb geen zin om mijn Sims te laten verhongeren. Maar dat is een beetje gestil. Want de eerste volgende die vrijkomt, dat is die bij weet ze. Dat is zij. Esmee. Nee, Esmee niet. Die is net gebeten. Wilma. Rugpijn, ja. Ja, daar kan ik niks aan doen. En je hebt honger, ja. Maar ja, ik kan daar ook niks aan doen. Nee, zij was al gebeten. Oh, ze is opnieuw gebeten. Bad luck for you. Bad luck for you. Ik zou zo rechts kunnen klikken, dan gaat het weg. En dan kunnen ze weer bijten, maar doe het niet. We spelen het spel zoals die is. We mogen niet vals spelen. Dus er is nog één normaal mens in de aanbieding. Gij vampiertjes. Ze staat hier. Ik zal die voor je weggooien. Hier. Nee, we gaan er niet weg. Want ik moet er eerst nog heel goed over nadenken om met 7 Sims tegelijk op stap te gaan. Ik moet sowieso wachten tot het donker is, want die vampieren kunnen niet in het daglicht. Of in de zon. Daarom ben ik een Groenjolo. Ik kreeg weer iemand telefoon, maar ik mag het niet oppakken. En dat kan me zomaar 5k gaan kosten, want als het een trouwrequest is, dan moeten ze mij even bellen. Dan bel ik wel dan trouw ik wel even, en zodat ik het geld op scheid, ik weer even. Of ik neem 2,5, dat kan ook. Dan zeg ik gewoon, wat zijn de voorwaarden? Maar mij ga ik voor geld. Dan krijg je 5.000. En als je dus zegt, wat zijn de voorwaarden, krijg je 2.500. Maar ja, het is toch 2.500. Een gegeven koe mag je niet in de bek kijken. En als ze zeggen, paard, maar paard heb geen bek. Hey. Ja, ja. Dus de vampieren hebben een eco-stand. Oh, wacht even. Jij was zo lekker om te drinken. Ik wacht even dat je weer kan. En dan hou ik het wel even in. En je bent wakker. Pop, meteen weer erop gedoken. Die heeft spijt dat je dat met de school heeft. Maar goed, hoe gaat het beneden? Waar ben ik? Lag ik al voor Pampus? Nee. Oh. Ik ben de shift tap bij ons karakter. Zo. Hey, hallo dames, moet dat voor mijn gezicht? Ja. Ja. Oh, wegwezen. Je gaat zitten, net omdat er niks gebeurd is. En dan moet je naast een vampier gaan zitten. Slim. Je kan beter de andere kant gaan zitten. Daar zit... Oh, er zit ook een vampier. Oh god, je bent nu ingesloten tussen twee vampieren. Bijten nou. Ik wil zien hoe dat er in first person uitziet. Hoe ik op de grond val met mijn gezicht. Bof. Dat ze een fiets die we even kunnen parkeren vanachter. Ja, ik hoor jullie wel kreunen. Ja. Wat word ik gek? Oh, we zijn er weer. We zijn er weer. Ja, soms wil het wel eens gebeuren dat je de Max in beweging met de camera helemaal. Het is jullie eigen schuld. Doe da. Oeh, ja, jij bent net gebeten. Ik zie de gaatjes alweer zitten. Wat zit jij gemeen naar mij te kijken? Oh, jij bent die gemeene. Daarom heb ik haar die gemeene traits gegeven. Omdat ze zag er zo uit. Ze keek gemeen. Ik denk, oh, jij wordt de bad person hier.
Wie is de mol? I see. Ik zit hier. Bye. Daar zijn we zusters. Vladauskies, ik zit hier. Oh nee, daar. Oh, ik sta op. Gaat er wat gebeuren? Nee. Daar loopt iemand door mijn haar. Hey, oh, hallo, jij bent al gebeten. Ik ga met een boek de trap op. Ik voel me niet meer veilig. Dus sim selecteren, shift up. En dan zit je er weer eruit. Shift up, weer eruit. Maar ik vind het af en toe wel eens leuk om zo te spelen. Om te kijken waar je sims naar, op de computer naar kijken. Of naar de tv naar kijken. Of op de telefoon zitten te kijken. Ik weet ondertussen, het is allemaal niks. Maar goed. Maar het is ook leuk om te zien hoe ze, als ze lopen bijvoorbeeld. Waar ze naar kijken. En dat soort dingen. Dat vond ik wel leuk. Ik kwam er toevallig achter. Want ik wilde die ballen hier beneden weg. Dan moet je op tab drukken. Maar ik drukte per ongeluk op shift tab. En toen zag ik ineens dat het beeld first person werd. Ik denk, wat? En altijd zit de puzzel. Ja, wacht even, als je nou weer shift up doet. Dan, ja, toen kwam ik weer terug naar mijn normaal. Stelt! Stelt! Ja. Waarom staan jullie bij het boek op mijn kast? Hè? Net dat ik mijn boekje daar neer wil leggen. Oh, ik ga op de plaats van de gebetenen zitten. Gewoon in je boek blijven kijken, niet omkijken, gewoon in je boek blijven kijken, anders trek je de aandacht. Al lullen ze tegen je, niet, nee, blijf eens rustig zitten, gewoon lezen. Nee. Je moet het zelf maar weten. Kijk, er komt er al eentje aan. Er zit een, oh, die heeft net gegeten, dus daar hoef je geen angst voor te hebben. Oh, daar komt er weer eentje aan. Als ik jou zo mag geloven, heb jij ondertussen al 3 boeken gelezen. Want dat geloof ik niet. Oh, dan kan ik even niet kijken. Nou doe ik het zelf. Shift up. Je hebt er niet eens 1 uitgelezen. Oh nee. Oh. Oh, in je boekje kijken. Heb je ADHD? Want je kijkt 2 tellen in de boek en dan leg je hem weer weg, pak je een ander boek. Boe! Ja, wat schrikken, hè? Ah, je bent van de boekenopruimdienst. Sorry, ik moet er even bij, dank u. Eens even kijken, waar liggen nog meer boeken? Ah, zoek ze maar op. Er lagen er beneden op de kastje nog 2. Oh, die had je al opgeruimd. Wat gaan we doen? We gaan niet slapen. Oh, heb jij een boekenradar? Oh, je gaat schoon. Oh, dat is puur toeval dat er een boek ligt. Want je ging schoonmaken. Oké. Nou, misschien deed je dat boek meteen maken. Nee, eerst dat boek optillen. Dan spuiten. Dan kan je het daaronder ook schoonmaken. Want anders zie je de boekafdruk zo meteen waar het boek heeft gelegen. Hè? Hetzelfde als je gaat vegen en je veegt het allemaal onder het vloermatje. Ja, uit het oog. Hè? En jij gaat ook... Oh-oh. Shanice? De gemeene. De gemeene. Je bent niet Zayaga? Wat heb ik jou misdaan? Waarom ben je gemeen tegen mij? Dag. Fibolo. Maar wat ik dus wilde zeggen, als je ramen gaat lappen, ga jij beneden beginnen, van beneden naar boven? Simlogica. Net zoals dat er iets lekt, water, de kraan bijvoorbeeld, gaan ze dweilen. Als ze nou eerst die kraan gaan repareren en het dan gaat dweilen, nee, zover kunnen we niet nadenken. Dat vind ik altijd zo'n humor. Ja. Leuk geprobeerd, maar je slaat toch de plank. Finaal mis.
AR Sims in virtual reality. Ja, graag. Ik heb hem. Ook voor de PlayStation. Maar deze is voor de computer. PlayStation ben ik niet zo weg van. Maar deze wel, voor de PC. Ik heb wel een nieuwe PC moeten bouwen destijds dat ik hem kocht. Want mijn home office PC'tje werkte niet. Want daar zou de grafische kaart niet goed was, mijn geheugen niet goed was, de snelheid van de processor niet goed was. Want je kan bij... Oh ja, typ zo gewoon door neer. Je kan op de website van Oculus kan je een bestandje downloaden. Die check je computer componenten of ze goed zijn. Dus ik heb meteen gespaard. Nou, 4 maandjes later. Nieuwe onderdelen besteld. Zelf een computer gebouwd. En in totaal hebben we daar €2300 gekost. Ik heb een bril gekocht. Eerst dat programmaatje even gedaan voor de lol. Maar er stond al vette groene haakjes bij. Ja. 4 jaar later gebruik ik hem nog steeds. Ik heb nu een nieuwe PC gebouwd. En die is 9000k. RTX 79 kaart erin. 8 gigabyte. 16 kick intern geheugen. Dan heb ik in totaal met dat afgerond ongeveer €2400 gekost. Doei Samsung. Snowshia, Fleeza. Ik vind jou er zo gaaf uitzien. Zelfs in je vampiermodus. En dat heb ik heel zelden met Sims die van de galerij afkomen. Als je bijvoorbeeld een mens bent en je speelt met een vampier die je stap hebt aangemaakt. Op de nu krijg je een skill, dan kan je ook andere mensen een vampier maken. En dan doe ik dat wel eens bij NCP'ers en dan is de dag dat ze omturnen van mensen naar vampieren en dan krijg je zo'n een beeld, dat in beeld. En dan zie je die gezichten en dan denk ik, nee, lelijk. Maar dat heb ik ook met die andere vampieren hier, maar met één. Dat is die met die roze ding. Die vind ik er niet meer uit. Ik vind die met het rode haar vind ik er beter uitzien. Die witte vind ik er... Topje uitzien, die met het zwarte haar vind ik trouwens ook goed uitzien, die vampiervorm. Met die wilde ik gaan spelen. Nee, ik wilde met die gemeente spelen. En toen wilde ik met haar spelen, maar het waren allemaal vampieren. Ik denk, ja, maar dat mag niet. Dus ik ga ze wel in een andere gameplay gebruiken. Maar ja, dan kan ik met iedereen spelen. Dus dat maakt het niet uit. Uh-oh. Het is kwijt voor 6. Ja. Wacht even, wil je me nou vertellen dat je slaapt? Ga eens even naar de wc. Wees niet bang, je ziet niks. En ik heb destijds had ik die mod geïnstalleerd, maar ik heb er lollig voor. Maar ik heb er zoveel add-ons op staan. Ik weet begon niet hoe dat ding heet. En namelijk door 2 gigabyte een add-ontjes te gaan lezen. Daar heb ik geen zin in. Ja, ze is al geweest. Die zie ik niet. En ik heb hem niet eens geïnstalleerd. Mijn zoon, die hier speelde, die had, pa, je moet add-ons installeren. Ik zei, ja, maar ik heb add-ons. Ja, maar je hebt niet de goede. Ja, ik zeg, voor jou niet. Maar ik wist het niet, dus ik zit te spelen. Zo gauw douchen en ik denk, ik mis wat. Hey, wat verdorie. Lalak. Wakker worden. Eten. Nee, 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 nee. Oh, shift up. Nee. Dat helpt ook weinig. Tegen de tijd dat je zegt dat ze moeten stoppen, en dan zijn ze al boven, moeten ze naar beneden. Dus we gaan de deur maar weer op slot doen. Nee, ja. Is dit een slaapkamer? Ja.
Dit is een slaapkamer. En trouwens, jij hebt gisteren in bed geslapen, dus jij komt vandaag niet in bed te slapen. Dat moet het weer. Oh, of is dat het balkon? Nee, dat is de toegang naar de andere kant. En die kan gewoon dicht blijven. Deur op slot doen, iedereen. Dan lopen ze maar om. Oh nee, niet. Wacht eens even, hier is een bed. En dit is geen bed. Nee. Nee, dit is een leesruimte met de deur naar de bed. Dus deze deur. Wacht even. Deze deur gaat hier. Hier. En dan kun je slapen. Dus deze deur hoeft niet op slot. Want men kan hier niet naar binnen. Dan kan je alleen vanuit hier kan je hier naartoe. Maar je kan niet verder. Dus deze deur hoeft niet op slot. Dat is onzin. Dus hij is gewoon afgesloten. Zo. Hoe is het met de hongergestel, dames? Ja, jij bent al doelzuiver en jij ook. Maar er gebeurt weinig. Ik loop als aangeschoten wild in de rondte, maar jullie grijpen hier wel eens niet. En dan zometeen Janka is er eentje van, ja weet je, jullie lopen te vechten om dat ding en dan heeft die andere zometeen dorst en die drinkt hem weer te leeg. En jullie weer pech. Waarom ga je niet naar bed? Ja, zij is gebeten, dus zij hoeft niet bang te wezen. Lang nog, 12 uur. Je staat met je lunch te praten. Wat? Oh, ik moet wel even helpen hier. Ja, jullie weten ook wel wanneer jullie moeten komen, hè? De brand is... Wie heeft die brand geblust? Wie heeft die brand geblust? Waar is jullie brandweerauto? Waar is jullie brandweerauto? Haspels en slangen? Nee, jullie komen met een brandblussertje van Ajax. Ja, dat heb ik ook. Oh. Ja, ik ben voor Ajax. Voetbal, man. We hebben brandblus, die heet ook Ajax. En die hebben we zelf ook, dus ik heb mijn eigen... En wie heeft trouwens de brandweer gebeld? Ik heb niet gezegd van brandweer bellen. Waar ben ik? Nou, ik ben daar. Ja, we hebben zo allemaal weer brandellende. Oké, je slaapt op de bank. Dat vind ik dan nog goed. Want de bovenkant is nog steeds afgesloten. Oh, het is al 9 uur geweest. Ja, weet je wat? Ik slaat de deuren niet meer af. Want ik vind het gewoon irritant. Want je moet steeds de deuren open en dicht doen. Als het ligt te slapen, maak ik het gewoon wakker. Oh, ontgrendelen. Maar zij ligt nu daar te slapen. Dus die anderen kunnen hier pitten. De gezusters bij elkaar. Ja, ze ondertussen wel honger hebben weer. Oh, oh.
Dan leggen alle twee op de bank. En dan opeens snurken. Het is geen strafkamp. Het wordt eerlijk, ze zijn niet genoeg dingen van alles. Dus je zou moeten delen. Als zijn nou slim wat nager. Oh nee, want ik heb de deur op slot gedaan. Daarom doe ik de deur niet meer op slot. Als zij mag morgen dan wel weer in bed, want niemand neemt de kans. Ja, je kan wakker worden. Maar anders ben je vannacht weer zo vroeg wakker. Lunch komt aangelopen. De lunch komt aangelopen. De lunch komt aangelopen. Dan ligt er één in bed. Ja, ik wil net zeggen, want ik mis er één. Jij ligt op de bank, jij bent hier. Je mag hopen dat je hier bent, want dan kun je slapen. Boe, woetje, pietje. Ah, ik denk dat het gaat gebeuren. Ik was even een slokje cola nemen, maar nee dus. Een slokje Coca-Cola. Nee. Ga maar even lekker een beetje later slapen, want je bent steeds om 2 uur wakker. Oh nee, je gaat op de bank liggen. Ja, nee, dat is goed. Je gaat lekker op de bank liggen. Maar niet in bed. Ja, de vlezer liggen nou te slapen, dus jullie hebben pech. En ik zeg maar eigenlijk altijd te stressen. Wel als met het vampier speelde van shit, bij zich, ze zijn nog zo ver, ze gaan weten. Nou, wie bij nou ook hier gewoon een lange tijd heeft. Het is maar 1 keer gedrukt. Nee, 2 keer gebeten. 2 keer dezelfde. Het pispaaltje. Ik heb ze evenveel teruggezet, allemaal, dus ik snap het niet. De een heeft meer uithoudingsvermogen dan de ander, dat zal het zijn. Als ik toch gebeten wil worden, mag jij het doen. Ja. Hint. Daar, op de bank. Jullie zijn hopeloos, echt. Yeah, they talk about the money. I don't think it's funny. Well,
Wat is er aan de hand? Oh, die stomme brand nog steeds. Ze is zo wakker. Ze wordt zo wakker. De keer de bijten. Ze is wakker. Nou, alle drie tegelijk. Attack! Oh, iedereen, wat is nou aan het doen? Geld in het weggooien of zo? Ik zie alleen maar licht oranje. Waarom heb jij licht oranje? Oh, die stomme brand. Daar, als je blaft. Oh, dat is ook de moet de feestdag uitzetten. Dus het, normaal, het eerste wat ik doe, dat zijn de kalender met alle feestdagen die ik weg kan halen, haal ik weg. Sims leven net als ik. Ik vier geen feestdagen, want dan werk ik altijd. Vrijwillig. Nou ja, ik krijg wel betaald natuurlijk, maar ik geef me vrijwillig op voor, je kan op me rekenen. Ik ga niet uit, ik ga niet op visite, ik ga niet op verjaarsvisite. Nee. Voor mij wil ik er thuis zitten. Heb ik het nog meer zien? Hoi, ik ben Dolly Usenet. Hier. In de hals, er zitten nog geen gaatjes. Of je er even gaatjes in wil bijten. Dan kan ze de oorbellen, keelbellen inzetten. Moet je niet weglopen. Ah, je gaat naast je mededonor zitten. Ik moet zeggen, het valt me wel tegen hoor. Ik had verwacht van, oh, ze zijn bijna aan het uitdrogen, ze vallen aan als een bezetene. Ik heb veel adventure games, avonturenspellen gespeeld. En dan zie je zo'n klok. En dan moet ik altijd op die klok denken om te kijken of niet een trap naar beneden gaat. Nee, dat is niet zo. Ik hoop ook echt dat AR met een horrorpack komt. Met, wat is dat? Bonnie. Stevie. Val me nou aan! Ja, hoe dichterbij moet je komen? Hoe dichterbij moet je komen? Er staat vrijwillig boven, de hoofd bijt me! Ik zie lekkage. Hier, dat bedoel ik, het lijkt is er gewoon dweilen, hoor. Nee.
pepperoni, please. Ja, je moet daarna niet gaan bijten, nu je het lekkage gaat doen, hè? Want anders ga je weer dweilen. Hè? Moet je toch, want er komt er weer water te liggen. Maar met recht water naar de zee dragen. Het is prachtig weer buiten. Grijs, het heeft geregend, het heeft geonweerd. Schelder. Ze zitten in het putje terwijl de kraan ligt. Mag ik je helpen? Je moet die moer aan draaien. Dat is het putje waar het water in gaat. Daar komt het water uit. Hè? Ik ben bezig. Er staat er een naast me. Hier niet. Daar. Hallo! Bezig, sorry. Die andere is wakker. Ja, hij heeft voor de gameplay even een bak koffie genomen. Blijf ja. Oh. Laat het even schieren. Nou, dat dacht ik niet. Ja, je hoort ze overal kermen en kreunen, maar er gebeurt niks. Dus. Je zit wel altijd bij mij in de buurt, hè? Yes. Wow, hallo! Gaat het? Kijk uit je vingers. Wat zeg ik nou? Kijk uit je vingers. Een paar spinnenwebben. Dat is alles. Andrijfie? Ja. Een sim die honger heeft en gaat koken. Ta-ta-ta-ta-ta. Ham. Njam. Nooit gezien dat ze brood heeft gepakt, maar ze heeft brood. Dat is hetzelfde. Je hebt geen kip in huis, maar ze weten wel kip te braden. Je hebt geen vlees in huis, maar ze weten vleespies te braden. En als jij het wil laten braaien, kan het niet, want je hebt de ingrediënten niet, maar ze kunnen het zelf wel. Ja, die hebben een geheim binnenzakje. Een heel geheim binnenzakje. Wat zit je me aan te kijken? Ik ben aan het eten, niet storen. Gorba. Hey, mededonor. Erger, die vampieren hier, hè? Oh, ik word er ook zo lastig van, jongens. Ze willen me alleen maar bijten. Nou hoor. Nee, die andere ook niet, joh. Zalige vampieren. Ja. Niemand is er nog gebeten. Nee, niemand. Ze hebben nog niemand gebeten. Kijk even hoe het slecht met ze gaat. En ze vallen ons niet aan. Jij plast zo meteen in je jurk. Ah, ik ben deze. Moet je scootje? Is er nog zo'n brand? Oh, iemand deed de haten. Ik denk, ik hoor ineens vuur.
Ben naar Navas. Nee, heb ik al gedaan. Gewoon wel. Ja, goeie. Je gaat hier slapen. 9:50. Heb jij slaapstoornissen? Dan kunnen we elkaar een handje geven. Slaapsynchnose. Ik moet altijd om 5 uur mijn bed uit. 4 uur mijn bed uit, dan moet ik 5 uur weg. Dan moet ik 6 uur beginnen. Dus als ik moet werken, dan leg ik al 9:00 in mijn bed. Dan leg ik lekker te meuren. En wat er gebeurt, gebeurt er. Tegen 3 uur word ik klaar wakker. En ik vind er niks aan doen. Ik kan niet meer slapen. Ik ben klaar wakker. Hoe laat ik gewoon naar bed ga, ga ik 10 uur naar bed, 11 uur naar bed. Slapen, 3 uur ben ik klaar wakker. Ze heeft haar hoofd omgedraaid. Ik denk de camera verdraait weer. Oh. Hallo. Ik vind het zeer verdacht. Als ik hier leg, dan zit daar een vampier die geen dorst heeft. Misschien is het een idee dat je even naar de pot gaat. He, dat anderen even de gelegenheid krijgen om te gaan zitten. Ja, ik heb ook no shame on, dus iedereen die in de badkamer staat, stuurt ze weg en dan gaat ze pas zitten. Op een hele vriendelijke manier, hè, ja. No shame on! Ik had eigenlijk de tanden laten poetsen. Ja. Ik weet niet hoe de dat er zo uitzag. Uh-oh. Wat is er aan de hand? Ga zitten. Oh, die andere heb ook weer honger. Toen er maar een normaal mens tussenuit haalde, dat er maar 2 overblijven. Ja, dat maakt niet eens weinig uit, man. Kiara Balansif, Spaben. Babane, Vobi Ibsabibdo, Quest. Brisham, Wafita, Frita? Ah, Zilneroy?
Any fish you ever caught? Watuni, nar dvish, and the stop dude. Some BC, moi bim, yes, finim. Fasanoi, val pim, bondi. Chinosa, wamps of sarde, spa bim, taba, fondo, be bacala. Nu zit een tafel, ze hoort dat ze weer ongeduldig worden. Ze denkt, ik neem de plaat, Erik. Slapen zo ver op mogelijk. Nee, je gaat niet slapen. Niks te fun, niks te fun. Nee, daar komt niks van in. U gaat naar beneden. Er wordt niet geslapen. Wel even gezellig tussen de papiertjes blijven, hè? Even zeggen van, hallo, hier ben ik. Je kan me bijten. Als je wil. Want ze doen het toch niet. Smoochy peachy. Oh god, hoe lang zijn we al aan het filmen? Dang. Ik ga mijn timers weer volgen. Als ik het niet vergeet. Hoop dat jullie nog alle gezond zijn en niet met de corona in besmetting zijn gekomen. Nee, ik denk dat ik nu op de 30 minuten zit. Let op, is het 50 minuten. Maar ik stop hier de film. Ik zie jullie in mijn volgende film. Bedankt voor het kijken. Doei doei.